die. This is the KIL Skills Spook One. Come on, son, dig it. Wij zijn Jeffrey en Mick en wij zijn uitgenodigd op de officiële opening van Bevrijdingsdag 2017. Wat gaan we hier doen, Mick? We gaan onder meer vloggen en we krijgen een interview met minister-president Mark Rutte. Daar heb ik mijn pak voor aangetrokken. Precies. Want ik denk, je moet natuurlijk wel netjes in een interview met Mark Rutte verschijnen. Toen zag ik Mick. Ja, ik heb gewoon mijn festivalkleren aangetrokken. Ik ga lekker zometeen ook bevrijdingspop op. De vrijheid vieren, koud pilsie, genieten van de muziek. En wij nemen jullie mee. Dus let's go! Hey, zou ik jullie wat mogen vragen? In ieder geval, jullie komen net de vlogcontainer uit. Ja. En hoe vonden jullie het wat wij hadden gemaakt? Heel mooi. Leuk. Ja? Ja. En hoe staan jullie zelf stil bij vrijheid? Door elk jaar hier te staan. Kijk, dat vind ik een hele goeie. Hoe voelen we ons? Ik voel het zenuwachtig. Het voelt, ik vind het tof. Het voelt zeg maar alsof je voor als klein kind voor Sinterklaas aan het wachten bent. Goedendag, leuk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik zou zeggen, kom maar lekker tussen ons. Ja, kom je erin staan? Ja, kijk, heel goed. Hartstikke fijn om jullie te ontmoeten. Nou, ja. Leuk jullie te ontmoeten. Ja, dankjewel. Fantastisch. Ja, in ieder geval, ik zal als eerst vertellen wat wij hebben gedaan. Wij hebben door de provincie Noord-Holland zijn wij gevraagd om te gaan vloggen. Ja. En wij hebben onder meer een, allemaal aparte video's gemaakt, maar ook één algemene. En daar vertellen we onder meer over vrijheid en wat het voor ons betekent. En mijn vlog ging meer over stigma. Sterker nog, ik heb u zelf op dat gebied een keer ontmoet. 2,5 jaar geleden. Waar was dat dan? Op het congres van het ministerie van Volksgezondheid rondom de participatiewet. Absoluut, in die oude Fokkerfabrieken. Ja. Ja. Je mag zo meteen het bevrijding. Ik ga zo meteen het bevrijding. Ja. En, dat is mijn officiële taak. Ja, precies. Ja. Maar in ieder geval, ik ben heel erg benieuwd, wat gaat er door u heen dat u dat mag gaan doen? Ik vind het heel bijzonder, maar ik mag daarvoor iets zeggen. Ja. En dit is een van de meest bijzondere momenten, omdat ik iets ga zeggen over Hannie Schaft. Maar ook over Freddy en Truus Overstegen, die met Hannie Schaft samen streden. En die heb ik ontmoet. Okay. Truus is overleden inmiddels, een jaar geleden, maar Freddy leeft nog. En dat zijn vrouwen die waren toen tussen de 14 en de 16 en die hebben dingen gedaan. Dan kunnen jij en ik je, althans ik ben echt helemaal niets meer voorstellen dat je in die omstandigheden terechtkomt. Zometeen komen allemaal bandjes. Ja. En gaat u ze ook nog bekijken met een lekker eventueel pilsje hierbij? Nou, ik kan er niet zo heel lang blijven, want daarna moeten we weer ergens anders heen. Maar ik ga even Douwe Bob ga ik even luisteren. Oké, okay. Helemaal. Ja, want dat is de eerste die begint. Ja, leuk. Heel gaaf. Nou, gaaf. Tot dan. Ik wens jullie vandaag een hele mooie dag. En, ik jullie ook. Ik zie jou over 2,5 jaar weer. Ja, hopelijk wel. Ja, ook tot dan. Te gek, man. Oké. Succes. Wij staan hier in de tuin van het Paviljoen Welgelegen, provinciehuis hier in Haarlem. Mick, wat is hier? Ik val hier achter ons is het hoofdpodium van de Bevrijdingspop, Bevrijdingsfestival. En in ieder geval, wij staan nu hier bij de live uitzending van de NOS. Ja, geweldig. Natuurlijk het hele openingsfestival, die bevrijdingspop, Mark Rutte, alles was echt geweldig. Zeker, in ieder geval, het gaat gewoon boven de verwachtingen uit. Het is niet te omschrijven, in ieder geval gebeurt zoveel. We hebben in ieder geval mogen volgen en interviewen de minister-president. Nou, hoe gaaf is dat? Ja, geweldig. Maar alles wat erbij komt kijken, onschrijfelijk. Ja. Bedankt Noord-Holland dat we hier aanwezig mochten zijn. Bedankt Bevrijdingspop dat we hier mogen genieten. En bedankt meneer Rutte dat wij u mochten interviewen. Natuurlijk bedankt Mick. Ja, je hebt ook bedankt. Geweldige samenwerking. Zeker. En onze cameraman, enorm bedankt voor ons vast te leggen en te monteren. Ja. En wij gaan nog even verder. We gaan feesten. Precies. Hey, later. Later.
What do I do? I dig it.